Hoi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op Tina TV. Ik ben Noah en vandaag ga ik aan jullie mijn kamer laten zien. Ik heb er super veel zin in en hopelijk jullie ook. Doe alvast een blauw duimpje omhoog en laten we maar snel beginnen. We beginnen niet bij mijn kamer, we beginnen namelijk in deze kamer. Want hier is mijn kledingkast. En hier is ook nog een kledingrek. En zo te zien is hij al aardig vol. Dus ik ben blij dat hij niet op mijn kamer staat. Maar nu gaan we wel echt naar mijn kamer. Ik slaap op zolder, dus ik moet als eerst een trap op. En dan kom je hier en dan heb je een bankje met wat spulletjes. En mijn bed. En ik slaap in een bedstee, dus dat is heel fijn. En dan ook nog een tv. Dan draai je om. En dan heb je mijn ringlight. En dat is heel handig voor het maken van TikToks. En een spiegel. En dan drie plankjes met spulletjes. Een lampje. Mijn bureau waar ik huiswerk maak en zo. Alleen nu niet, want ik heb vakantie. Yay! En twee tafeltjes. Een zitzak. En dan hier twee plankjes met ook weer spulletjes. Tina vroeg om bepaalde items uit mijn kamer bij elkaar te verzamelen. Dus dat ga ik nu even doen. Ja, volgens mij is dat alles. Wow, ik heb dit zo snel gedaan. Mijn ukulele. Ik ben er echt zo blij mee, want ik heb beneden een piano staan. En daar speel ik echt non-stop op. Alleen af en toe zeggen mijn ouders van, Noah, stop maar even. Dus dan ga ik naar boven en dan kan ik gewoon op mijn ukulele spelen. Ja, dat is denk ik deze poster. En daar staat op, jij bent finalist van het Jurisopfestival van 2019. En ja, ik ben er niet echt trots op, maar ik ben gewoon heel blij dat ik dit mag meemaken. En dat we het zo leuk met elkaar hadden en zo. En ik heb ook nog een bandana van het Jurisopfestival, want ik moest heel vaak in teams werken met challenges en zo. En toen was het kamp van het Jurisopfestival. En toen heb ik per ongeluk deze bandana meegenomen. Maar ja, ik ben er eigenlijk heel blij mee, want ja, nu heb ik wel een superleuke herinnering. Dat is iets heel speciaals. Het is namelijk deze armband. En zoals je ziet, er zitten allemaal bedeltjes aan. En die heb ik allemaal van verschillende mensen gekregen. Dus dat is echt superleuk. En ik draag hem eigenlijk bijna altijd. En ik weet dat ik hier zo staat mijn naam. Die heb ik van mijn ouders gekregen. En dit blauwe bolletje heb ik van mijn beste vriendin gekregen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En het is ook een heel mooi armbandje. Ja, dit blouseje vind ik niet heel mooi. Toen ik hem had gekocht, vond ik hem helemaal leuk. En ik had hem best wel vaak aan. Alleen, nou, ik weet niet. Nu niet zoveel meer. Dit jurkje. En ik vind hem gewoon heel mooi. En ik moet hem echt vaker aan gaan doen. Ook naar feestjes en zo. Want ja, het is natuurlijk zonde als ik zo'n mooi jurkje niet vaak aan doe. Deze Polaroid camera. Ik weet niet, hij is leuk. En het is ook gewoon grappig om te hebben in je kamer. Het staat ook mooi in mijn kamer en zo. Maar eigenlijk gebruik ik hem helemaal niet zo heel veel. Dus dat is heel zonde. Maar misschien moet ik hem wat vaker gaan gebruiken. Dat is deze foto. Hier staan heel veel van mijn vrienden op. Het was met een feestweekend die we hier in de stad elk jaar hebben. Ik vind het gewoon een hele grappige foto en hij staat altijd gewoon in mijn kamer. Dat is dit bankje. En die heb ik toen een keer gekregen van mijn oma. Toen ik 10 of 8 was of zo. En ja, toen vond ik hem nog helemaal mooi. Maar nu staat hij eigenlijk een beetje in de weg. Nou, dit was alweer de video. En vond je nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneer gelijk even. En bedankt voor het kijken. Doeg!